Dit is de 17e aflevering van de Heel Holland Fotografeert Fotografie Podcast. Een podcast over fotografie. Als je nu denkt dat kan niet, blijf dan zeker luisteren, want het kan wel. Heb je een vraag? Stuur dan even een WhatsAppje op 06-5130-5374. Spreek je bericht in en hoor je vraag en het antwoord misschien wel terug in de podcast. En abonneer je op deze podcast in je favoriete podcast app. Deel deze aflevering of andere afleveringen met je fotovrienden. En gebruik je Apple Podcast als speler. Laat dan even een review achter. Vind ik echt heel erg leuk en fijn. En het helpt om deze podcast nog beter vindbaar te maken. En over vinden gesproken. Heel Holland Fotografeert is te vinden op Facebook, Instagram. En natuurlijk op de website www.heelhollandfotografeert.nl. In deze aflevering ga ik het hebben over accessoires en over het tv-programma Het Perfecte Plaatje, want dat is weer begonnen. En de luisteraarsvraag van deze week die gaat ook over dat perfecte plaatje, dus die stel ik nog eventjes uit. En dan beginnen we eigenlijk eerst met het stukje over de accessoires. En ik weet het hoor, ik heb het al vaker gezegd in deze podcast en ook verschillende gasten hebben het gezegd. Spullen, fotografiespullen zijn leuk en handig. Maar de beste foto's die maak je niet met accessoires of een specifieke lens of een camera. De beste foto's maak jij. Je creativiteit, doorzettingsvermogen, ideeën, dat soort dingen. Maar toch is het af en toe goed om wat zaken in de hand te hebben. Een goede camera is daar natuurlijk een voorbeeld van. Ja, er bestaan eigenlijk geen slechte camera's meer, zo is het natuurlijk ook weer. Een goede lens. Vorige podcast heb ik het met Jan Willem van Sigma Benelux erover gehad. Dat is natuurlijk heel erg belangrijk. Maar welke accessoires zijn nu echt noodzakelijk? En dan eventjes afgezien van een extra batterij en een geheugenkaartje. Ja, want dat hebben we natuurlijk allemaal nodig. Nou, er zijn een paar zaken, accessoires, waarvan ik denk, ja, die moet je toch eigenlijk wel hebben als fotograaf. En in deze podcast gaan we het daar eens eventjes over hebben. Even voor de duidelijkheid, ik word niet gesponsord of betaald door bedrijven om wat over artikelen te vertellen. En als je deze podcast overigens wel wil sponsoren, dan kan dat. Hè. Neem even contact met me op en we kijken naar de mogelijkheden. Maar hou er altijd rekening mee dat ik nooit dingen aan ga prijzen waar ik niet zelf achter sta. In de show notes heb ik even de accessoires gezet die ik bespreek. Dat is even makkelijk. En schaf je dan via die linkjes wat aan, dan krijg ik een kleine commissie. Dat helpt mij en de podcast weer en dat kost jou niks. Inmiddels gaat het hier behoorlijk regenen buiten. Dus ik weet niet of je dat hoort op de podcast. Laat ik eventjes wat dingetjes dimmen. Misschien is het dan het geluid wat minder. Zo, dus in de verte hoor je misschien nog de regendruppels op het raam kletteren. Nou, dat is misschien wel een gezellig geluid tussendoor. Nou, laat ik starten met de basis. Het vasthouden en vooral het niet laten vallen van je camera. Ik weet, bij iedere camera die je koopt, krijg je een draagriem erbij. En ik heb er in de kast een hele berg liggen, want bij iedere camera krijg je er weer eentje en ik gebruik ze nooit. Die bijgeleverde cameraariemen, ik gebruik ze niet. En eigenlijk is de reden heel simpel. Ze zijn te smal, ze snijden in mijn nek. En zeker als je een wat zwaardere lens op je camera hebt, dan is het eigenlijk een drama, die standaard riemen. En daarom gebruik ik een derde partij, een third party draagriem. En eigenlijk is dat een soort van systeem. Ik gebruik de cameraariem, slide cameraariem van Peak Design. En die gebruik ik voor mijn Canon 5D Mark IV. Daar zit een voordeel aan. Die band van die Peak Design slide, heet die slide? Ja, volgens mij wel. Die is redelijk breed en die is in lengte verstelbaar. Je kan hem dus als nekriem gebruiken, maar ook als schouderriem. En dan zit hij eigenlijk over je, nou, bij mij linker schouder. En dan hangt hij zo over je borst en over je rug en dan hangt je camera rechts. Ik ben rechts. Volgens mij als je links bent, dan hangt hij ook rechts, want er zijn niet echt linkshandige camera's. Ik gebruik hem dus voornamelijk als schouderriem. En dan kan ik mijn camera snel pakken en ook weer laten zakken. Het voordeel hiervan is dat het gewicht verdeeld wordt over je lichaam en dat geeft in ieder geval mij minder klachten. Want als ik zeker wat langer rondloop met een zware camera, ja, dan wil ik nogal eens schouder- of nekklachten krijgen
En op deze manier minimaliseer ik dat. Het voordeel van peak design is dat je met die losse ankers die er bij zitten, je camera op verschillende manieren aan die riem kan hangen. Dus je kan zeggen van ik zet ze op de bijgeleverde oogjes, hè, dus zeg maar aan de zijkanten van de camera. En dan hangt de camera eigenlijk gewoon zoals hij normaal hangt, hè, met een gewone draagriem. Je kan hem ook aan de onderkant monteren, dan hangt hij eigenlijk iets anders. Nou, ik heb ook nog een Sony, een 6500 systeemcamera. Een stuk kleiner, een stuk compacter. Daar gebruik ik ook een peak design riem voor. In het begin gebruikte ik daar eigenlijk gewoon de slide voor, die ik ook voor mijn Canon gebruik. Maar die is eigenlijk ja, een beetje te grof voor die wat kleinere camera. Dus daar heb ik een aparte riem voor gekocht. En dat is de Peak Design Leash. Nu heb ik natuurlijk, ik heb meerdere camera's en ik heb ervoor gekozen om dan een extra riem aan te schaffen. Ja, dat hoeft natuurlijk niet. Nou, naast deze Peak Design riemen gebruik ik ook nog een ander systeem. En dat is zeker handig als ik met een rugzak door de stad of het bos wandel. Want dan heb ik namelijk mijn camera aan de Capture Camera Clip hangen. De Capture Camera Clip. Die clip, dat kan je eigenlijk heel makkelijk monteren aan zeg maar, de draagband van je tas of je schoudertas of rugzak. Heel makkelijk is dat te monteren. En daar klik je dan de camera in. Je hebt een soort van statiefplaatje onder je camera en of onder je lens als je een grote lens hebt. En dan kan je dus heel makkelijk in die capture camera clip hangen. Dat is ook heel veilig, want hij kan er niet uitvallen. Hij vergrendelt meteen als je hem erin klikt. En als je hem eruit wil hebben, moet je even een knopje indrukken om te ontgrendelen. Dus het is niet zo dat hij, als je zou springen of zo, of een beetje voorover buigt, dat die camera op de grond klettert. Dat is heel handig. En dat gebruik ik met name heel veel als ik dus bijvoorbeeld in een bos loop en niet heel de tijd die camera beet wil hebben. Of als ik met cursisten door een stad loop tijdens een workshop, dan is het ook handig. En dan kijk ik wel eens mee met een cursist en dan is het niet altijd handig dat er een camera in de weg hangt. En op die manier kan ik hem heel makkelijk weghangen zonder dat hij in de weg hangt. Het is wel zo dat als ik dan mijn camera gebruik, dan heb ik geen draagriem. En dat voelt, zeker in het begin voelde dat een beetje kaal en ook een beetje kwetsbaar. Als iemand tegen je aanstoot en je camera uit de hand valt, ja, dan ligt hij op de grond. Dat is er ook niet heel erg goed voor. Dus dan gebruik ik de polsriem, ook van Peak Design. Gebruikt eigenlijk dezelfde ankers. En dat is heel handig. Volgens mij die officieel de clutch. En dat is een stevige eigenlijk handvat om je hand, de palm van je hand zit dat. En dan valt je camera zeker niet snel op de grond. Ik heb dus om te dragen eigenlijk alles van Peak Design. Nogmaals, het wordt niet gesponsord. Helaas zou ik bijna willen zeggen, want het is echt geen goedkoop spul van Peak Design. Maar het is echt wel heel erg goed. En ze hebben ook een goede afterservice. Daar kom ik zo nog wel even op terug. Een ander accessoire wat iedere fotograaf eigenlijk moet hebben is een statief. Nou, daar heb ik er ook verschillende van. Ook weer handig voor workshop als een cursist geen of geen goede statief heeft. Bij een statief moet je altijd even opletten voor de stevigheid en de kop. Wat ik heel vaak hoor is dat mensen zeggen ik wil een statief, maar ik wil hem eigenlijk dat hij hoog kan, dat hij niet te duur is en vooral niet te zwaar. Nou, dat zijn eigenlijk drie dingen die niet met elkaar in lijn liggen. Dat gaat niet samen. Wat je in ieder geval wil is een statief met een goede snelkoppelingsplaat. Ik zie heel vaak dat mensen nog een oud statief gebruiken, ooit van opa geweest op zolder gevonden, waar je iedere keer met een schroefje je camera op moet schroeven. Nou geloof me, daar word je niet vrolijk van en dan ben je snel beu en dan wordt die dus niet meer gebruikt. Ik heb in het verleden heb ik veel Manfrotto statieven gehad en gekocht en daar heb je dan ook de Manfrotto koppeling voor. En dat werkt op zich helemaal prima. Als ik meerdere statieven gebruikt, dan is eigenlijk een Arca Swiss koppeling gewoon handiger. De meeste andere merken dan Manfrotto hebben een Arca Swiss koppeling. Het staat er meestal bij. En ik ben dus ook nu langzaam al mijn bestaande statieven, ook de Manfrotto's, aan het ombouwen naar een Arca Swiss koppeling. Nou, waar let je nog meer op?
Zo'n statief moet voldoende hoog kunnen. Let erbij altijd op dat, dat je de hoogte van de middenkolom niet meerekent. Die middenkolom die wil je eigenlijk niet of nauwelijks gebruiken. Want die ene poot van die middenkolom, ja, dat maakt eigenlijk je statief instabieler. De statief is stabiel omdat hij op drie poten staat. Het moment dat je dan die ene poot nog eens omhoog gaat schuiven, ja, dan krijg je instabiliteit. En dus als je op zoek gaat naar een statief, kijk dan eentje wat de hoogte is zonder die middenkolom. Nou, dan heb je ook nog de kop. Daar heb je verschillende opties in. Grofweg drie opties. Je hebt als eerste de driewegkop. Dan heb je drie knoppen. De ene knop draait, de andere knop zorgt voor de links-rechts kanteling. En de derde de voor of achter. Dus omhoog of omlaag kijken. Dus eigenlijk heb je voor iedere hendel een aparte richting. De tiltrichting, de panrichting en de kantelrichting. Het tilt is dus links-rechts. Pannen is draaien en het kantelen dat is naar voren en achter ofwel neigen. Je hebt ook een balhoofd. Dat is iets anders. Dan draai je aan een knop en dan is die bal los. Je zou eigenlijk kunnen zeggen dat het een soort van ja, bijna heupgewricht is. Je draait aan die knop, die bal is los en dan kan je eigenlijk je camera in alle standen zetten. En dan zet je die knop weer vast en dan staat die zo. Dus eigenlijk alle drie de richtingen kan je in één keer veranderen. Het afstellen, dat is over het algemeen iets minder nauwkeurig volgens veel mensen, maar het is in ieder geval mijn favoriet, want het is lekker snel. En dan heb je ook nog de videokop. En dat is een optie die ik helaas, moet ik zeggen, steeds vaker zie bij cursisten. Je hebt dan één hendel. En met die hendel, als je die losdraait, dan kan je eigenlijk draaien. Ja, dus het pannen. Je kan er kantelen naar voren en naar achter, maar je kan eigenlijk niet scheef. Je kan niet kantelen. Dat moet je dus dan doen met de poten. Dus als je op een terrein staat wat een beetje hobbel de bobbel is, dan moet je dat eigenlijk dus door middel van je statiefpoten verschillende hoogte geven, moet je hem eigenlijk horizontaal zetten, waterpas. Als je zo'n andere kop gebruikt, zo'n driewegkop of zo'n balhoofd, ja, dan maakt het eigenlijk niet uit als je statief een beetje scheef staat. Dat kan je namelijk heel makkelijk oplossen. Dat is dan ook de reden waarom ik altijd zeg van zo'n videokop, zo'n videostatief, dat wil je dus als fotograaf niet. Als je vaak video's maakt, dan is het echt serieus handig. Maar als fotograaf wil ik eigenlijk niet zo'n videokop. Nou, dan even de laatste accessoire die ik vandaag in deze podcast wil bespreken. Dat is een tas. Nou, volgens mij heeft iedere fotograaf wel een tas. Ik heb er een stuk of zes. En ik gebruik eigenlijk maar twee. Nou, misschien drie. Ik gebruik voornamelijk mijn rugzak. Dat is een mooie Leue Pro. Ik weet even niet uit mijn hoofd welk type, maar in de show notes zal ik dat erbij zetten. Ik heb daar ook een review ooit over geschreven op mijn website. Dus die review die linkt eventjes, of die show notes die linkt even naar die review, dan kan je de tas zien. Dat is eentje die heel erg fijn is, maar wel een hele grote en best wel zware. Daarnaast heb ik ook ook weer van Peak Design, de Everyday Messenger. Dat is een messenger tas. En die heeft als voordeel dat er heel makkelijk een grote camera en een extra lens in past. Maar ook een laptop. En dus als je op pad gaat, als ik op pad ga en ik kan mijn laptop of mijn iPad meenemen. Voor op een cursus bijvoorbeeld. Dan is dat perfect. Op reis ook. Dat soort tassen is heel erg handig. Deze tas van Peak Design die ging binnen een jaar kapot. De rits begaf het. En ja, toen heb ik eventjes gemaild met Peak Design in Amerika. En toen zeiden ze van ja, weet je wat het is? Maak er even een fotootje van. Laat het zien. En toen zeiden ze ja, inderdaad, dat is niet netjes. En ze stuurden me gewoon een nieuwe op. Dus dat is echt wel een hele goede service. Dus nogmaals, je betaalt wat voor die Peak Design. Maar het is ook echt een heel mooi spul. Daarnaast is ook nog even benoemenswaardig, heb ik ook nog een koffer. Dat is een Pellycase 1510. Dat is een hele hardschalen koffer. Daar kan je mee gooien en smijten. En als je hem in het water gooit, dan blijft hij volgens mij drijven. Heb ik eigenlijk nog nooit geprobeerd. Ga ik niet doen ook. Iets te zwaar eigenlijk. Hij mag mee als handbagage qua formaat. Maar je wil hem dan niet aan de kilogrammen hangen. Want
dan is hij echt wel zwaar, maar echt robuust. Dus daar durf ik echt mijn spullen in te doen als ik op vakantie ga. En als het nodig is, mag die pellycase ook in het ruim. Dan weet ik eigenlijk gewoon dat er niks mee gebeurt. Een advies als je een cameratas gaat aanschaffen. Ga dan echt eventjes naar een winkel. Ga kijken hoe je camera erin past. Denk ook na of je misschien in de komende periode nog wat extra lenzen aan wil schaffen. Wellicht die er ook bij moeten passen. En voel gewoon hoe zo'n camera aanvoelt. Of hoe zo'n camera, hoe zo'n tas aanvoelt. Is die comfortabel? Kan je zelf makkelijk bij je spullen? Kunnen anderen makkelijk bij je spullen? Dat wil je natuurlijk niet altijd. Dus hoe doe je dat? Dus echt, laat je goed voorlichten en denk goed na over de tas die je koopt voor je camera-spullen. Nou, dat waren de drie accessoires die ik vandaag eventjes in deze podcast wilde bespreken. Dan gaan we nu naar de vraag van de week. En die vraag die komt van Inge en ik speel hem eventjes af. Hoi Misha. Ik heb naar aanleiding van het perfecte plaatje een vraag over straatfotografie. Ik doe daar veel aan, maar ik blijf worstelen met wat wel of niet kan, ethisch gezien. Jij zegt in je artikel over de tweede aflevering dat je nooit, nooit een dakloos op de foto zet. Maar in dit geval had Juvat de man om toestemming gevraagd. Waarom heb je deze gouden regel en geldt die ook voor andere kleurrijke types die de straatfotografie nu juist zo leuk maken? Ik ben benieuwd naar je antwoord. Ja, dat is een hele goede vraag van Inge en die vraag ga ik nog een beetje introduceren. Het perfecte plaatje is weer begonnen bij RTL 4. Zeker de mensen in Nederland kunnen dat gewoon zien. Als je buiten Nederland woont, weet ik niet of je dat makkelijk terug kan zien. Ik geloof het niet zo. Maar het perfecte plaatje, dat is een programma, gaat over fotografie, gesponsord door Canon. En er zijn 10 bekende Nederlanders. Die 10 bekende Nederlanders, die krijgen verschillende opdrachten. Die doen ze. Er is een jury, Cynthia Bol en William Rutte. Die jureren en die krijgen cijfers, die geven cijfers voor de foto's. En uiteindelijk valt er bij iedere aflevering valt er iemand af. De eerste aflevering valt er eigenlijk nooit iemand af. Dat is eigenlijk een vaste prik. En bij de eerste aflevering moesten ze zowel een paparazzi-foto maken en een hondenshoot doen. Nou, bij aflevering 2, die was gisteravond toen ik neem nu deze podcast van tevoren op. Want ik ben zelf weg binnenkort eventjes. Maar gisteravond was dus aflevering 2. En daar ging het over straatfotografie en over een selfie. En bij die straatfotografie werd er op een gegeven moment een dakloze persoon gefotografeerd. Juvat, een van de deelnemers, liep naar die persoon toe en die vroeg, mag ik een paar foto's van je maken? Nou, ik schrijf iedere week een artikeltje over het perfecte plaatje, of HP-pla zoals ik het noem. Op mijn website zijn die artikelen gewoon te vinden iedere week. En dan vertel ik eigenlijk een beetje wat meer over de achtergrond van de fotografie die ze op dat moment hebben. En ik heb deze keer ook wat verteld over het fotograferen op straat. Ja, zelf, zoals je al hoorde van Inge, zet ik geen dakloze mensen op de foto. En dat is iets wat eigenlijk in mijzelf zit. Ik vind straatfotografie heel erg leuk. Er mag en er kan ook heel veel. Als je maar vriendelijk bent, dat is een beetje het effect. Als jij op een dreigende manier op iemand afstapt en een camera in zijn gezicht duwt, dan vindt eigenlijk niemand dat leuk. Maar als je het netjes vraagt, dan is er heel veel mogelijk. En dat vragen, dat hoeft niet per se met woorden, maar dat kan ook met een blik zijn. En je hoeft natuurlijk niet altijd wat te vragen bij straatfotografie. Want de Nederlandse wet is zo dat dat eigenlijk gewoon mag. Straatfotografie. Maar daklozen, dat is dus voor mij persoonlijk een brug te ver. En dat heeft te maken met dat ik van mening ben dat die mensen er over het algemeen niet zelf voor gekozen hebben om dakloos te zijn. Ik geloof ook niet dat dat echt een pleziertje is. Die mensen zijn dus eigenlijk, nou laten we zeggen, kwetsbaar. En om daar dan gebruik van te maken, omdat het een mooi plaatje oplevert, dat is eigenlijk voor mij ja, net die brug te ver. En wat Inge zegt, Juvat heeft het netjes gevraagd aan die man en dat snap ik.
Dat is ook zo. Het was ook overigens een fraaie foto die hij ervan maakte. In ieder geval de foto die hij uiteindelijk inleverde. Maar besef je wel, bij zo'n het perfecte plaatje staat er ineens iemand voor je. En er staat een cameraploeg bij met een geluidsman en een camera en misschien nog wel meer mensen. Dus het is ook redelijk intimiderend. Dus om daar nee op te zeggen, dat is ook wel een ding. Dus je kan het niet zomaar vergelijken één op één met wat jij of ik gewoon met de camera in je hand op straat doet. Ik denk dat iedereen voor zichzelf de grenzen moet trekken wat je wel en wat je niet fotografeert. Je kan je ook voorstellen dat je op de straat dingen tegenkomt die heel kwetsbaar zijn. Een ongeluk bijvoorbeeld, ja, wat ga je daarvan fotograferen? Daarvan heb ik ook zoiets van, ja, dat hoef ik niet te zien, dat hoef ik niet te laten zien. Dat voegt voor mij niks toe. Maar ik weet dat er andere mensen zijn die dat dan misschien wel doen. En dus probeer gewoon voor jezelf eigenlijk die scheiding te maken. Wat vind je wel en wat vind je niet nog goed? En handel daar dan naar. En nogmaals, als jij vindt dat je die dakloze persoon wel vast mag leggen, even goede vrienden, hè? want ik vind je dan niet meer of niet minder. Dan nog eventjes wat over dat perfecte plaatje. Want ik vind het dus echt wel een heel leuk programma om naar te kijken. Niet iedere opdracht is iedereen zijn meug. Eerlijk is eerlijk. Soms is een opdracht makkelijk of juist moeilijk of onzinnig. Maar ik geniet ervan. En dat heeft voornamelijk te maken met dat het gaat over fotografie. En ik vind fotografie heel erg leuk. En ik vind eigenlijk het element wat erin zit om die mensen in een korte tijd toch iets te laten doen. Waar ze eigenlijk helemaal nog geen weet van hebben. Ja, dat vind ik wel grappig. Je moet je natuurlijk niet vergissen, het perfecte plaatje dat wordt gesponsord door in dit geval Canon. Canon wil heel graag laten zien dat ze met hun camera's hele mooie foto's kan maken. Dat lukt je overigens ook met andere merken natuurlijk, dat snap je. Maar Canon heeft er dus ook profijt bij dat er ook gewoon mooie foto's tevoorschijn komen. Dus die mensen krijgen goede spullen, hebben van tevoren training gehad. En het zou me niet verbazen als ze tijdens zo'n opname ook nog wel links en rechts een hulpende hand of een helpende hand krijgen. Nou, bij de eerste aflevering hoefde er niemand naar huis. Eigenlijk vind ik dat altijd wel jammer, want die 10 mensen waar we mee beginnen vind ik altijd best wel veel. Je ziet ook dat het dan een drukke aflevering wordt. En het moment dat er een paar mensen uit zijn, worden die afleveringen zelf wat rustiger. En heb je ook wat meer tijd om naar één beeld te kijken van iemand. Nou, twee juryleden, twee vaste juryleden moet ik eigenlijk zeggen. Cynthia Bol, over een hele goede fotografe die een hele mooie serie een paar jaar geleden heeft gemaakt. Over Zuidoost-Azië en dan met name over de stijging van het water. En William Rutte, noem het maar even fotograaf van de sterren, die ook pas geleden begonnen is met een theatertour. En die theatertour, daar had ik ook kaartjes voor. Helaas werd de voorstelling waar ik naartoe zou gaan in Goes eigenlijk binnen een week geannuleerd, omdat William aanwezig moest zijn bij de televisiergala. Dat betekent dat ik naar de theatertour mag ergens in maart 2022, in de herhaling dus. Maar goed, dat is wel heel erg leuk. Nou, de camera's die worden gebruikt bij HP-pla, het perfecte plaatje, zijn van Canon. En bij iedere opdracht wordt er weer een andere camera gebruikt. De ene keer een systeemcamera, de andere keer een spiegelreflex, een compactcamera, andere lenzen. En dan wordt er eigenlijk altijd bij gezegd, ja, dit is de perfecte camera voor deze opdracht. En als je dat gelooft, doe dat vooral. Maar ik heb daar een ander idee over. Je hebt genoeg aan één camera. Degene die 3 camera's heeft, die zegt nu, je hebt genoeg aan één camera. Ik heb wat backup camera's. Maar je hebt dus niet per se voor de ene opdracht een spiegelreflex en voor de andere opdracht een systeemcamera nodig. Wat je nodig hebt, is een goede camera. En als jij de fotograaf of de sponsor Canon zelf ook wil sponsoren, ja, dan moet je meer van die camera's kopen. Maar aan één heb je in principe genoeg. En wat ik wel verneem over het programma is dat heel veel mensen daarnaar kijken en graag wat meer technische tips zouden willen. En ik snap enigszins dat dat niet gedaan wordt. Want ik weet dat er ook heel veel
nou, noem het maar even, niet-fotografen kijken naar dit programma. En voor een niet-fotograaf is al heel veel technische informatie niet zo leuk. Niet zo interessant. En het is een televisieprogramma van een commerciële zender, RTL 4. Het draait aan de kijkcijfers, er moet reclame verkocht worden. Dus ja, ik snap wel dat er niet heel veel aandacht aan besteed wordt aan die hele specifieke technische dingen. Maar niet getreurd, die technische zaken, daar kan je altijd voor bij mij terecht. Want ik ga dus proberen om de dag na iedere aflevering een kort verhaaltje te schrijven over het perfecte plaatje. Ik duik dan wat dieper in de achtergrond en die verhaaltjes die deel ik natuurlijk weer op mijn website. En bij de artikelen staan die dan en ik deel dat ook nog eventjes op Facebook, Instagram, LinkedIn en alle sociale media. Als dat klaar is, dan kan je gewoon even mijn, noem het maar even, take op de aflevering bekijken. En nogmaals, daar zet ik dus wel eens wat dingen in, zoals ik fotografeer zelf geen daklozen. Ja, daar kan je van alles van vinden, maar dat doe ik. Het is ook niet de bedoeling dat dat zeg maar een soort van discussiepunt wordt, maar dat is gewoon mijn mening. Maar ik vertel natuurlijk ook wat over techniek. Welke techniek gebruikten ze? Wat is handig? Wat niet? Hoe zou je daar zelf in moeten staan? De afgelopen keer bij de selfie-opdracht werden volgens mij best wel leuke foto's gemaakt, maar iedereen zat een beetje te hannissen met die camera-app. En volgens mij is het heel makkelijk, want ik heb het zojuist nog gedaan, een zelfportret maken met die camera-app. Kan gewoon heel goed. Zet je camera even op zelfontspanner. 3 seconden of 10 seconden. En dan heb je gewoon even de tijd om die camera of om die mobiel eigenlijk weg te leggen. Dus dan staat die mobiel niet in beeld. Goed, volgens mij heb ik voldoende verteld vandaag. Ik heb het gehad over accessoires, 3 accessoires. We hebben het even in het kort gehad over het perfecte plaatje. En natuurlijk de vraag van Inge. Dat betekent dat het rolletje weer vol is. Dit was de 17e Heel Holland Fotografeert podcast. Natuurlijk wil ik jou, de luisteraar, weer bedanken. Ik ben weer benieuwd wat je ervan vond en wat je graag in de podcast besproken wil hebben. Vergeet je niet te abonneren via je favoriete podcast-app of luister de aflevering op de website. En als je dus op Apple Podcast luistert, laat dan even pretty, pretty, pretty please een mooie review achter en deel deze aflevering sowieso met je fotovrienden. Wil je nu ook jouw vraag in de podcast terughoren? Dat kan. Stuur dan even bij voorkeur een audio WhatsAppje op 06-5130-5374. Spreek dan je bericht in en dan hoor je je vraag en het antwoord misschien wel terug in deze podcast. Tot de volgende keer.